Luisteraars en kijkers natuurlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Eerste de Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie. Joop, je bent er weer, jongen. Ja, zeker. We zijn er weer. Ik ook, ik ben er ook. Ja, lekker man, ik heb er zin in vandaag. Strakke intro. Nou, prima intro. Ja? Ik vond het een beetje bedeesd. Ja, nee, maar ik hou mijn kruid nog even droog. Ik heb er zin in, maar heb jij er zin in, Lars? Ik heb er zeker zin in. Ja? Ja, ik wil eerst even iets behandelen voordat we richting het voetbal gaan. Oké. Okay. Afgelopen 2-3 weken geleden was natuurlijk het mediamoment van het jaar. Jij was ook groot fan, de dansmarathon. Ja. En nu Toon en Maria, niet gewonnen, krijgen toch 35 ruggen. Hebben ze bij elkaar gespaard voor deze. Ja, crowdfunding gedaan. Ja, maar dat, Toon en Maria. Toon ja, maar dat was dat oudere stel. Ja. Die Toon zag er een beetje uit als Elvis, maar dan een stuk minder goed. En, oké. Voor hele verhalen. Ja, maar die hebben dus wat geld gekregen. Ja, want die dansen natuurlijk ook met een speciaal doel. Geloof ik, een gehandicapte zoon, geloof ik. Oké. Okay. Verzorging daarvan. Weet je dat zeker? Of loop je een beetje slap te doen? Ik ga nu moet je wel een beetje gaan rezen. Dadelijk zeg je wat en dat klopt dan niet. Dan moet ik weer rectificeren. Krijgen wij echt op onze... Maar wat hebben ze gehad? 35.000 euro. Ja. Nou, dan kunnen ze beter goksites aanbevelen op Twitter. Hè? Ja, Ferry, wat is dat trouwens? Ja, jij kwam net hier aan met die G-klasse. nee, Ferry, even serieus. Ik heb 2 tweets voorbij zien komen over een goksite. Ja. Betaalt dat een beetje lekker? Ja, tuurlijk. Ja? Goud geldje. Ja? Ja, als mensen wel stochten. Hè? Niet alleen op die link klikken, maar wel ook echt stochten. Oké, okay, maar je bent wel een beetje een commerciële hond geworden. Ja. Hè? Nou, je begint op mij te lijken. Ik denk, we gaan met z'n drieën. Als we gaan naar de top met z'n drieën. Ja, mooi, ja. Maar ja, bij afkikken betaalt ze zo slecht. Joh. Ik moet ergens anders iets bij elkaar zetten. Nee, dan is geld toe. Er moet geld bij. Oké, dansmarathonnetje. Dansmarathon, leuk. 35.000 euro voor die mensen. Hartstikke leuk. Hartstikke fijn. En laten we er gewoon lekker nooit meer over hebben, die dansmarathon. Laat ook nooit meer op tv komen. Het is ongelukkig tv. Gadverdamme. Maar ik heb ontzettend genoten. Ja, ik vond maar het is wel om te kotsen. Inderdaad. heb ik al wel eens gezegd dat ze in Limburg oor voor talent hebben? Nou, dat heb ik gezien. Hè. Limburg 1 was het. Ja. Hè? De regionale zender. Ja. Wij zijn opgepikt, mensen. Wij zijn groot in Limburg. Ik zie alleen nog maar de weg omhoog. We gaan nu... Nou ja, ik verwacht... Waar eindigt dit? Ik denk regionale tv in Groningen en Friesland. Daar gaat het eindigen. Ja. We gaan het hele land langzaam door, Lars. Want laten we even luisteren, want ze lieten natuurlijk eventjes een prachtig stukje uit ons liedje horen. Leuk. Nou, even een kleine quote uit het filmpje. Hitpotentie 100%. En ik hoorde volgens mij ook Niels Fleuren. Ja, dat is ook een held. En die is jarig geweest, hè? Niels, dit weekend, 35 jaar. We pakken even met z'n drie even die camera. Maar kijken we dan? Van harte gefeliciteerd nog met je verjaardag. Ja, zeker weten. En nog 10 jaar voetballen. Minimaal. En dat kan op dit niveau, hè? Dat kan absoluut. Ja, dan moet je een beetje fit blijven, maar het kan. Ja, maar we gaan meteen dan door naar het voetbal. Joop, ja, dit is een voetbalpodcast. Ja, ADO, ik heb vrijdag natuurlijk lekker gekeken. Lekker op het bankje gelegen. Ja. Ik heb een druk weekend gehad. Ja. Ontzettend. Slecht. Adelaar heb nul kansen gecreëerd. En ik heb gekregen waar ik om heb gevraagd. Want ik vroeg laatst op Twitter ook een beetje mooie steekbal vroeg ik. Vooral lekker met dat buitenkantje rechts. Mm-hmm. Zoals Henderson het gaf op Sala. Ja. Ja, Konings. Konings gaf hem met buitenkantje links. Gaf hem op de aanvaller van de Graafschap. Was een soort met van scrimmage met zo met Mulder. Die tegen elkaar op penalty tegen. En nog een beetje ruzie wie hem ging nemen. Ja, maar ja, Den Haag verliest. Maar door een prachtig steekpaasje. Ja, goede penalty van Gravenberg. Nou ja, niet helemaal geweldig ingeschoten. Hebben jullie daarna nog gezien, even met het publiek, even de mic pakken? Even met de mic, vier minuten lang superboeren scanderen. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, kan mij dat allemaal schelen. Kijk, volgens mij... Ja, jullie houden er niet van. Ik vind het wel mooi. Vind jij dat mooi? Ik vind het mooi, ja. Ja, ik vind het op een bepaalde... Maar jij vindt het nep. Ik vind het niet nep, want ik geloof best dat dat soort dingen... Volgens mij vond Gravenberg het hartstikke leuk namelijk. Ja, nee, maar dan moet hij het ook absoluut doen. Het is niet dat ik hier zeg van Denzel nooit meer doen. Maar ja, ik weet niet. Nou, weet je, het enige wat ik dan wel vind... Kijk, als ik dan denk aan de Graafschap, superboerendram. Dan denk ik aan schuurfeesten, bier gooien, shirts kapot trekken. Daar zie ik Gravenberg niet tussen staan. Jij denkt niet dat hij even naar normaal dat denk ik niet. In de feest Nee, ik denk dat hij gaat clubben.
Nee. Nee, die gaat er niet staan beuken op normaal, hoor. Niet even heuken. Nou, niet even ga je wel een lichaam om te heuken. Ik wou zeggen, je zal een heukje van hem krijgen. Dan ben je klaar. Ik ben 1,10 meter. Ik leg echt 10 meter verder. Dat is niet normaal. Maar die heb een lichaam staan. Maar ja, daarna verloor ik. Ik baalde er wel van, hoor. Ik heb het hele weekend moeten werken. Die kleine slaapt niet. Dus ik zit hier behoorlijk agressief. Maar dat blijft dan in je hoofd zitten, hè? Dat blijft. Ja, en hoe is het met Ruben dan? Met Ruben Bout. Ja, maar functioneert hij nu weer niet dan? Ja, zijn humeur hangt heel erg van ADO af, toch? Ja. Ik heb hem even gesproken na de wedstrijd. Ruben Bout is een vriend van mij. Die jongen die leeft voor ADO. Die was er ook. Die gaat ook alle uitwedstrijden. En die zei van, weet je. En we hadden even contact even na de wedstrijd. Hij zegt, het was zo slecht. Alleen, wij hebben een jonge ploeg. Mm-hmm. Dus ook een leuke ploeg. De interactie tussen de ploeg en het publiek is echt top. Ja. Dus hij zegt, ja, maar we kunnen het ze ook niet kwalijk nemen. En zo is het, weet je. Dus hij gaat daar goed mee om deze week. Okay. Ruben Bout, je hebt een aardige week, denk ik. Was wel kritiek, hè, op het uitvak. Vanuit de Graafschap. Wat is er nou weer gebeurd? Ja, het beruchte K-woord, hè. In Doetinchem zeggen ze van, ja, bij ons is dat een ernstige ziekte. En in Den Haag zeggen ze, ja, dat zit gewoon in ons vocabulaire. Dat wordt gebruikt. Daar een lidwoord zo'n beetje. Maar daar, het was slecht gevallen, begreep ik in Doetinchem. Ik heb daar één tweetje over gelezen. Ja. Ja. Oh, jij ook? Ja, ik denk dat het heel erg commentaar was. Maar ja, was maar er was wel veel reactie op. En veel mensen die het mee eens waren. Ja, maar nou moet ik zeggen. Ja, dat hoor woord. Jou het nooit zeggen eigenlijk. Nee, het zit ook niet in mijn spreekvocabulaire. Ben jij fatsoenlijke... Ik ben zeker fatsoenlijk, man. Ik ben een wijze huismus, man. Ik ben een brave lul geworden. Maar inderdaad, het wordt wel redelijk vaak gezongen. Maar heb jij er ook geen last van? Ik heb daar ook geen last van. Dat zeg ik je heel eerlijk. Jij linkt het niet meer aan de ziekte. Het is gewoon, nee, zeker niet. Nee. Nee, omdat het toch ook een beetje... Ik denk dat iedereen heeft met die ziekte te maken gehad in de familie. En weet je, die ziekte heeft iedereen heel erg veel pijn gedaan. Ja. Ik link het er niet aan. En dat komt misschien een beetje. En misschien wordt het wel vaker gezegd in Den Haag. Ik denk eerder dat het vaker wordt gezegd in de wat grotere steden. In Amsterdam wordt dat ook vaak gezegd, volgens mij. In Den Haag bijna in het vocabulaire opgenomen was als zijnde. Nou, dat vind ik ook wel weer meevallen. Okay. Bij mij niet in ieder geval. Maar inderdaad, het wordt veel gezongen. Maar ik link dat niet aan de ziekte. Nee. Dan mogen mensen wat van vinden. Ja. Ja, zeker weten. We gaan door naar het feest. We blijven maar doorgaan, hè, Lars? Het feest? NAC gewonnen. NAC gewonnen, ja. Vorige keer hadden we het over het schakelkanaal met de doelpunten. Maar weet je wat nog erger is, Joop? Nou, vertel. Dat je op zaterdagavond speelt. Want dan komt er niks voorbij, hè? Nee. Dus zondagmiddag rond een uur of 1 heb ik de doelpunten kunnen zien. Want toen stonden ze online. Okay. Dus geen samenvatting, niks op ESPN. Want dan draait het om de Eredivisie, hè? Dan zijn we opeens niet meer belangrijk. Dus ik heb de doelpunten de dag daarna pas gezien. Ja, het was een vrij simpele overwinning eigenlijk. Onnaks, hè? Want uit hadden we nog niks gewonnen. Maar ja, Topos is wel zwak, hoor. Ja. Echt, denk ik. Bob Peters effect is al. Hij was ook niet, hè? Hij was ziek, hè? Maar Marcel van der Sloot was het. Ga je eigenlijk veel uitwedstrijden? Nou ja, wat zal het zijn? Een wedstrijdje of 4 per jaar, denk ik, zoiets. Ja, oké. Heb je dan vaste clubs waar je, zeg maar, vaste uitzetten die je wel pakt? Ik heb bijvoorbeeld sommige mensen die voor Ajax bijvoorbeeld, die alleen Heerenveen pakken, geloof ik. En bepaalde... Nou ja, we hebben Volendam uit. Ja, dit jaar niet, maar was op maandag. Maar dat is natuurlijk al een klassiekertje bij ons. Ja. Maar verder, nee, het is maar net hoe het uitkomt en wie dat er interesse hebben. En naar VVV zijn we geweest dit jaar, dat was lang geleden. Maar dan kijken we altijd echt per wedstrijd van, is het wat? Kunnen we er op vrij vervoer naartoe? Kunnen we lekker een pilsje drinken? En komt het thuis allemaal uit. Precies. Ja. Maar over NAC, één ding wil ik nog wel zeggen. Want we hebben een nieuw toptalent, hè? Bij NAC. 16-jarige gozer. 16 jaar, ja. En ja, als je hem ziet, joh, dat, we hebben het net over die Gravenberg. Mm-hmm. Maar nou, daar kan hij zich bijna wel mee meten. Want hij is schijnbaar breder dan Bilate bij NAC. Oké. Okay. En ja, weet je, Banzuzi. We hebben het net nog gekeken. Banzuzi. Ezekiel Banzuzi. En ja, komt van de amateurs. En zit nou een jaartje of 3-4 bij NAC. Ja, ik weet niet zeker. Ik ga het even opzoeken. Ergens onder de rook van Rotterdam, volgens mij. Nee, ga verder. En dat ventje 16 jaar. En hij is er ingekomen. Hij is 2 keer ingevallen. Nu voor de beker een keer. En nu afgelopen week tegen Top Os. En ik denk dat hij met 2 weken staat in de basis. En die gaat er niet meer uit. Ja, of hij wordt verkocht. Oké. Okay. Ja, even kijken. Ik zit even te kijken naar zijn prille carrière.
Nee, ik kan Spartaan, kan dat? Johan Derksen, die heb ook nog gekeken. En die was helemaal fan van Schuppen. Ja. Ook die jonge gozer, 18, ja. Met dat Panenkaartje. Dat moet je ook met durven, hè, op die leeftijd. Mm-hmm. Nou ja, en is dat een beetje ook... is dat een goede speler? Jawel, is wel anders dan die ik net zei. Dit is gewoon een talent van NAC. Hè? En die kan bij NAC en nu staat hij op het moment in de basis. Nou, misschien houdt hij dat wel. Maar die Bensoussi is volgend jaar al weg? Die Bensoussi die is zo weg, ja. Top 3? Nou ja, daar zie ik hem. Nou ja, dat is misschien wel heel veel wat ik nu op een paar wedstrijden baseer. Maar ja, je ziet gewoon dat dat ventje nu al zo'n fysiek heeft en loopvermogen. En alle spelers van NAC, die zijn onder de indruk van hem, ook de oude garde. Dus ja, die moeten. Ik geloof dat ze hem heel snel een contract gaan aanbieden. Maar misschien zijn ze wel te laat. En weet je wat wij moeten doen met die jongen? Hem in de gaten houden. Daar gaan we. Maar een mooie speler. Hmm. Ja, gaan we nog veel van horen. Weet je wat ook mooi is? Ja, dit was echt een heel bruggetje. Ja, ik denk, dat verhaal ging opeens weg. Ik denk, ik moet nog even iets verzinnen om door te kunnen naar de Beauty van Buiten. Beauty bij Buiten. Ik zie, jij hebt het helemaal uitgeschreven. Nee, juist niet eigenlijk. Maar ik heb wat informatie. Nee. Je loopt dit allemaal weer verkeerd te vertellen aan de mensen thuis. Ik denk allemaal, heb wat uitgeschreven. Nee, ik heb even wat informatie opgeschreven. Wat ik eigenlijk wil, is alle mensen die Top Os een warm hart toedragen, die wil ik eventjes een boost geven. Ja. Top Os staat ene laatste, dacht ik. Dat is nou de meest troosteloze plek die je maar kan hebben, vind ik. Als je nou helemaal laatste staat, Dort, daar kan je nog een beetje om lachen onderling, vind ik. Van het kan echt nu alleen maar beter, weet je. Maar ene laatste, dat vind ik wel echt... Dat is treurig. Ja, dat is heel erg treurig. Maar goed, iemand moet die plek invullen. Dus nou Top Os. Mm-hmm. Dus wij gaan luisteren naar het clublied van Top Os. Dus ik denk, ik ga toch even googlen. Mm-hmm. Of ik wat informatie kan vinden. Nu vond ik dus een artikel uit 2018. Ja. Over het clublied van Top Os. Is geschreven door... Want het clublied, dat wordt weer pas sinds 2018 weer in het stadion gedraaid. Heel lang dat een beetje weglopen stoffen. Het publiek zong het wel. Een paar stroven ervan. Maar was het niet omdat ze toen FC Os waren? Ja, volgens mij wel ook. Nou ja, het lag daar een beetje aan. Het was een beetje aan het verstoffen. Maar het was weer in één keer... Hij was ineens weer boven water. Dus wat is er nou? Is geschreven door Leo Dekkers. Leo. Geschreven in 1978 bij gelegenheid van het 50-jarige bestaan van Top. Toen hebben ze dus zijn zus Mies gevonden. Die hebben ze geïnterviewd, Mies Dekkers. Leo die had dus wel de hulp ingeroepen van zijn zwager en accordeonist Piet Wagenmakers. Maar let op, die had dus weer op zijn beurt advies gevraagd aan Koen van Orsau senior. Okay. En daar speelde ook nog eens een Belgisch orkestje mee, wat dus waarschijnlijk Con Amor heette. Maar dat wist Mies niet meer. Oké. Ja, goed verhaal tot nu toe. Ja. Wat dus hartstikke lullig is, want dat lied is weer helemaal boven water. Het is echt het lied van Top Os nu weer op dit moment. Maar Leo heeft het dus nooit meer mee weten te maken, want die is overleden. Oh. Bij het eten van een kers heeft hij zichzelf verslikt en is hij overleden. Dus dat is ook nog een saillant die tijd. Zul je altijd zien. Ja, dus laten wij nu gaan luisteren naar het clublied van Top Os. En jongens, deze is voor jullie. Want Top Os is gewoon een mooie, leuke club. Tuurlijk. Voor jullie. Daar we zondags iedereen zijn. Rood en wit, die zijn er niet te stoppen. Ja, het is een lekker lied, hoor. Ja, het is lekker. Leo Dekkers. Het is een beetje een piketatie. En Leo Dekkers was er dus ook in zijn leven heel erg trots op dat hij dit lied had geschreven. Dus dat zei hij ook overal. Ik heb het lied geschreven, maar volgens zijn Mies had hij dus ook hulp gehad. Dus van zijn zwager en accordeonist Piet. En Wagenmakers. En Con Amor. En Con Amor. Belgisch orkestje. Nou, dat is toch een lekker lied, of niet? Hartstikke lekker. Ja, toch? Kom maar rijmen, Leo. Dit was Beauty by Buit. Prachtig. Ja, prachtig. Goed, toch? Van mooie dingen gaan we naar wat minder mooie dingen. Wat was er nou? We hadden het natuurlijk in de voorspellingen gedaan. MVV tegen Roda. Wat was er nou allemaal aan de hand? Nou, relpartijtje. Ja, zou het aan ons hebben gelegen? Nou, ik vind wel. Jij was een beetje oplopen steken. Ja. Vorige week was hij natuurlijk zo agressief over zijn buurman met die klote muziek. Ja. Hij heeft natuurlijk iedereen opgestoken. En ik heb al een lopen zeggen in deze podcast dat ik van Grimma gehaald. Ja. En ik zet mijn eigen wel even neer. Ja, dat...
Ik moet je wel zeggen dat het wel... Ik vind wel dat het een beetje de spuigaten uitloopt met alles. Weet je, het is die gasten die komen daar puur om te rellen in het stadion. Mm-hmm. Allemaal zwarte petjes op, zwarte jasjes. Kijk, iedereen heeft... Weet je, op een gegeven moment kreeg ik ook de vraag van mensen. Weet je, hoe komt het nou dat het zo oploopt te laaien? Ja. Corona. Ja. Om het wat dom te zeggen. Iedereen heeft stilgezeten. Dat voor klopt. Die gasten is het... Het klinkt raar. Het is ook hun hobby, hè? Die gasten, die gasten houden... Die willen rennen, die willen vechten. En het kan weer. Ja. Daarom leidt het op. Het is... Kan het? Nee. En ik word er ook een beetje moe van, want die wedstrijden worden steeds stilgelegd. Je kan dadelijk niet meer met je kind zo naar het stadion toe gaan. Dus ik wil wel even die gasten oproepen. Want ik wil niet hun hobby afpakken. Zo ben ik niet. Ik wil niet hun hobby afpakken. Nee. Maar ik wil ze ook niet als kleine kinderen behandelen. Dus ik zeg tegen die gasten. Jullie zijn allemaal stoere boys. Spreek met elkaar af in bossen. Op een industrieterrein. Doe daar lekker wat je wil. En laat het stadion lekker met rust. Zodat iedereen daar gewoon een feestje kan hebben. Lekker kan drinken. Lekker kan zingen. En dan mag je best af en toe even wat tegen elkaar zingen. Dat mag allemaal. Maar hou het wel leuk in het stadion. En spreek lekker af met elkaar. Waar niemand er last van hebt. Alleen maar jullie. Dan hebben jullie je hobby. En dan heb de rest lekker het feestje bij de voetbal. Dit was gewoon een tweede beauty van buiten. Dit vond ik echt prachtig. Ja. Maar je hebt wel helemaal gelijk. Dus zo denk ik erover. Met deze wedstrijd, wat ik dan eigenlijk wel bizar vind, is... We kennen allemaal die beelden nog even. Die gast met zijn bivakmuts. En hoe dat een paar jaar geleden uit de hand liep. En zou er dan niemand zijn bij MVV in de organisatie... die zegt van, goh, misschien moeten we dat hoekje daar... Hè, naast het uitvak, misschien moeten we zorgen dat die van MVV daar niet kunnen komen. Want... Wie weet gaan ze daar winnen. Die staan gewoon op een meter van elkaar staan ze vandaan. En daar staat altijd zo'n groepje met zwarte jasjes bij MVV. Dus ze weten het. Dus daar staat altijd zo'n groepje wat daarmee bezig is. Het zou toch ook wel behoorlijk naïef zijn om te denken... dat zulke dingen niet zouden kunnen gaan gebeuren. Het is hier letterlijk nog aangekondigd. Het gebeurt. Het gebeurt. Ja. En je wist dit van tevoren, tuurlijk. Wat vonden jullie wel? Hè, want jij zegt, ze moeten eigenlijk niet in het hoekje kunnen komen. Nee. Ze konden er ook niet weg. Ze konden wel weg, maar een stok op jou. Als je op een gegeven moment een ME ziet komen, kan je ook wel bij jezelf denken, weet je wat ik doe? Het is klaar, ik loop weg. Dat kan je ook denken. Ja, maar dat deden ze. Niet. En weet je wat ik nou wel mooi vind? Krijg je een tikkie, maar dan vinden ze zelf er ook alleen maar kicken. Nou, kennen ze de dag erna, hebben ze een mooi verhaal over. Ja, ik ben geslagen op mijn rug, moet je kijken. Zo werkt dat. Die gasten zelf vinden het helemaal niet erg. Die vinden het alleen maar kicken. Ja, want daar sprak iedereen weer schande van, dat die ME staat te rammen. Maar die gasten zelf vinden dat niet even. Die weten, dat hoort erbij. Ja, dat is het risico wat we nemen. Risico van het hobby. Zeker. Ja. Nee, ja. Wat vonden jullie van Grapperhaus? Die meteen weer... Stoere teksten, hè? Vetje gaat dan altijd meteen... Ja, aanpakken, keihard aanpakken. Dit kunnen we niet tolereren. Ja. Schande voor de rest uit. Ja. En hij doet helemaal niks. Nee, het is allemaal slap gelul natuurlijk. Kijk, die gozer moet ook wat zeggen. En ook dat weer. Alle standaard teksten krijg je ook te horen. Ja... Nou ja, dat is ver. Ja. Maar wat mij dan dwars zit, daar heb ik ook die column, daar kwamen we nog op. Vriend. Ja, ja. Oh. De plug. Ja. Dat, kijk, het is altijd zo makkelijk. En de burgemeester waar we het zo over gaan hebben ook nog. Maar dan is het zo makkelijk. Dan komen die praatprogramma's. Iedereen gaat er wat van vinden. Niemand weet eigenlijk precies hoe het zit. Hmm. Maar neem nou die wedstrijd. MVV Roda. Nou, dat gaat eigenlijk mis. Omdat ze bij MVV in de organisatie iets niet in orde hebben. En wat zeggen ze nu? Ja, ik denk dat we maar zonder uitpubliek moeten spelen. Kijk, bij Roda stond er ook wat gaais tussen natuurlijk. Maar die staan gewoon in dat uitvak. Die zijn gecontroleerd. Er staan hekken omheen. En die krijgen dan de schuld. Snap je? Terwijl, dan zeggen, dat is makkelijk. Laat hun maar thuis en dan gebeurt er niks meer. Maar ze moeten juist kijken wie hebben het gedaan. En die mogen niet meer komen. En de rest van het publiek, die moeten niet gestraft worden voor iets wat zij niet zelf niet hebben gedaan. Maar eigenlijk ben je nu dus eens met de burgemeester van Breda? Nee, helemaal niet. Meld die gasten. Wel. Maar die zegt van hou vakken leeg of strafpunten geven aan clubs. Punten in mindering, waar gaat het over? Waar gaat het nou over? Ja. Maar hij had ook een lekker tweet, hè, die man.
Ja, wat dan? Ja. Wat dan? Had je dat niet gezien? Burgemeester Depla. Ik ga hem gewoon even speciaal even opzoeken. Ja. Omdat ik dit moet ik gewoon. Zoek jij het even op? Weet je, ik zit wel even over na te denken. Weet je, Roda tegen MVV. Hè? Ja. Dat was ook wel een slechte wedstrijd. Dus dan krijg je het ook wel misschien. Ja, misschien zoeken ze randvermaak, hè? Ja, dat krijg je dan ook wel weer. Nee, hij had Paul Depla, de gekte rond het voetbal. Vanmiddag in Breda, amateurvoetbal. Ook mooi, hè? Dan. Twee woorden en dan een punt. Want hij had wat vuurwerk gezien. Ja, iemand had nog een paar potjes staan. Die hebben ze afgesloten. Mensen waren aan het juichen. Ja, schandalig. Want het is verboden om vuurwerk af te steken. Hoe stoppen we deze flauwekul? Ja. Maar weet je wat daaronder zit? Want daar ken ik de burgemeester van Breda. Ken ik daar inmiddels goed genoeg voor. Want die wil ook in al die werkgroepjes. Burgemeesters en voetbal. Die wil zich overal mee bemoeien. En hij denkt van ja, er is niks bij NAC aan de hand. Dus zo kom ik niet in het nieuws. Ja. Nee. Dus hij denkt, oh, nou weet je wat, hier bij een amateurwedstrijdje, oh, er gaat een rookpotje de lucht in. Ja, maar dat is, hij geldt echt een beetje op aandacht. Ja, 100%. Ja, het is ook een beetje geldneef, toch? Ja, natuurlijk. Over zeker normen en waarden gesproken. Ja, ik was volgens mij is ook wel eens in het nieuws geweest, hè? Wat was het? Het fiets ook? In het fiets ook, ergens. Nou, wat is er gebeurd? Ik raad iedereen even aan om op www.fietsenhokincident.com te kijken. Je durf niet te zeggen, Lars. Nou ja, moet ik dat dan... maar, ik zie, maar je hebt wel gelijk. Want... Heeft hij niet over getweet, hè? Nee. Daar tweet hij dan niet over. Nee, ja. We zijn allemaal mensen. We maken allemaal een foutje, meneer Depla. Natuurlijk wel. Wij hebben ook wel eens in een fietsenhok gestaan. Ja, maar deze man. Is het een voetbalfan? Nou, het is wel een voetbalfan. Op zich heeft hij met NAC ook wel het beste voor en zo. Maar ja, dit populistische gedrag... Wat erg. Verschrikkelijk. We houden niet van populistische teksten hier. Hè? Nee. Zou ik nooit doen. Media-gele mensen. Nee, daar houden wij niet van. Afschuwelijk. Ik hou ook niet van commerciële dingen. Nee, hou je zou ook niet ik van. Nooit zou aanpakken. Zou jij wel een tweetje doen voor... Ik ben niet benaderd. Ik ben niet benaderd. Ik ook niet. Jongens, ik ga alvast richting de telefoon. Maar wat is zoals in Engeland gewoon melden tijdens de wedstrijd? Ja, en echt op de persoon. En niet hele vakken gaan straffen. Nee. Of hele clubs gaan straffen. Maar gewoon puur op de persoon. En keihard, hè? En spreek elkaar eens aan op elkaars gedrag. Weet je wat? Dan doe jij dat lekker in het stadion, Lars. Dan drink ik wel rustig een biertje. Kijk ik er van een afstandje naar. Het is een schande. Nou, ik moet zeggen, met dat bier gooien van een tijdje geleden. Bij NAC is dat inderdaad is dat onderling nu. Hè? Want zodra er nu bij NAC een biertje over de tribune vliegt. Ja, dan vliegen er meteen 30 man omhoog naar degene die hem heeft gegooid. Ja, maar dat heb je ook wel nu bij Den Haag. Mensen zijn er ook een beetje moe van. En, maar ja, dat werkt wel het beste, hè? Dan is het zo klaar. En het is doodzonde. Ja, ja, ja. Wat dacht je daarvan? Ja. Je bent er geen bierenbeel. Jongens, we zijn aangekomen weer. Dus, bij ons leukste eind. Van de leukste. Ja, dit vind ik een top eind. Dit is leuk, hè? Altijd zo spannend. Ja. De mystery guest. Hoeveel staat het eigenlijk tussen mij en Hoekie? Wat? Joop staat 2-1 voor. Oei. De druk zit erop. Alles of niets. Dan kan dit wel eens een hele moeilijke... Ver. Hey, pak jezelf, jongen. Kan hij... Moeten we weer in het Engels gaan of Frans? Weet je, moet me een beetje voorbereiden. Dat horen jullie zo. Dat horen we met opnemen. Gaan we. Ja, ik ben nu al zenuwachtig. Ja, dat is altijd wel even spannend, hè? De eerste moment. Lange verbinding. Ver weg. Wordt er opgenomen? Ja of nee? Matchwood. Hey, goedenavond, mystery guest van de podcast. Ja. Nee. Nou, doe maar een gok, Joop. Sjoerd Ars. Ja! Hey, waarom mag hij beginnen? Ja, dit... Sjoertje, dankjewel jongen. Sjoerd, je bent een topper. Ja, lekker man. Sjoerd, hoe is het? Ah, je hebt opgang ook gedaan. Oh nee. Hey, dit is zo'n professioneel item. Ja, dit is... Je ziet het, mensen. Nou, dit loopt als een tierenlier. Sjoerd, hoor je ons? Hoor jullie mij? Ja, ik hoor je. Nee, het is wel mooi, want ik zie nou in één keer je appje staan. Oh, kijk. Het zou top zijn als je niet je naam neemt. Ja, een waanzinnig goed item dit, hè? Dit is echt top. Dit is een waanzinnig stukje. Sjoerd, hoe gaat het? Ja, het gaat op zich goed. Ik moet zeggen, we hadden liever wat puntjes meer gehad op het moment, maar...
voor de rest persoonlijk gaat het prima. Ja? Nou, dat is... En maar wat is jouw functie precies nou, Sjoerd, bij Fortuna? Technisch manager. Technisch manager, oké. Okay. En wat houdt dat dan precies in, technisch manager? Is dat hetzelfde als technisch directeur of weer net wat anders? Nou ja, in principe hetzelfde inderdaad. Alleen iets andere titel. Andere naam. Andere naam. Geen beetje naam, ja. Zo is het. Nee, qua inhoud in principe hetzelfde. Yes. Maar ik kan me voorstellen dat bij Fortuna dat werkt niet echt als bij standaard andere clubs, of wel? Want je hebt best wel dominant eigenaar, of niet? Nou ja, nee, dat valt op zich eigenlijk wel mee. Ik vind het eigenlijk wel prettig werk, omdat de lijntjes redelijk kort zijn. Dus je kunt relatief snel schakelen. Oké. Okay. De lijn uitzetten. En ja, de andere clubs heb je nog wel eens te maken met meerdere stromingen binnen een club waar je verantwoording aan moet afleggen. Ja. Hier is eigenlijk een relatief kleine groep waar we mee werken. En dat, ik moet zeggen, dat vind ik wel heel prettig. Ja, ja, ja. Hey, maar Sjoerd, wij hebben het pas geleden hebben we het hier in onze podcast hebben het gehad over typische keukenkampioendivisie spitsen. Mogen we jou daaronder scharen of niet? Nou ja, op een gegeven moment krijg je wel zo'n stempel. Natuurlijk in het buitenland al ook veel gespeeld. Alleen ja, hier in Nederland, ik was altijd wel... ik heb wel mogelijkheden gehad toen de tijd de Eredivisie spelen. NEC heeft nog een paar wedstrijden. Ja. Alleen ik was wel een spits met de kwaliteiten in de 16, zeg maar. Ja. Echt op de helft van de tegenstander. En de mogelijkheden die je dan vaak in de Eredivisie kreeg, waren toch ploegen die het rechte rijtje speelden. Vaak onderin. Ja goed, en dan was ik altijd wel iemand die zijn keuzes daar dan ook wel op baseerde. Dat ik ook wel zei van... Geen counterspits. Nee, ja. Als ik op de midlijn kon spelen, dan kwam ik niet in mijn kwaliteit. Nee, dus daar heb ik altijd wel heel erg veel naar gekeken. En, dan had je eigenlijk bij de top 3 moeten gaan spelen, Sjoerd. Ja, en daar was ik denk ik weer net niet goed gegaan. Ja, dus, dat is dan net niet gelukt. Nee. Dat is uiteindelijk... goed, jammer. Maar weet je, uiteindelijk denk ik dat ik... gezien mijn kwaliteit zo'n beetje het maximaal uit heb. Ja, absoluut. Dus dat betreft kan ik redelijk vrede terugkijken. En wat is nou eigenlijk de mooiste club waar je hebt gespeeld? En waarom is dat NAC? slechte. Goeie vraagstelling. Helemaal niet suggestief verder. Die vraag is mij wel vaker gesteld inderdaad. Alleen ik vind eigenlijk iedere club natuurlijk, de ene is net iets mooier dan de ander. Alleen iedere club had wel wat. Iedere club had zijn eigen charme. Ja, en als je het over NAC hebt, ik kan me herinneren dat mijn allereerste wedstrijd daar op maandagavond was. Tegen jonge Ajax. En toen zat er gewoon nog steeds 14.000 man op de tribune. Maar goed, ja, weet je, dat was ook weer een club met eigen charmes en eigen prees. Maar ja, zo heb ik bij een hele hoop mooie clubs eigenlijk wel gespeeld. Ja want uitland, hoe was je tijd bij Tianjin Teda? Zo, wat zeg je nou? China was wat dat betreft ook echt een fantastische ervaring, moet ik zeggen. Niet eentje die als je jongensboek van tevoren uittekent, daarin zou vermelden. Alleen wel een die zowel op voetbalvlak, maar ook als op persoonlijk vlak wel echt een hoop heeft bijgedragen, vind ik. Ja, jij was 2 koppen groter dan die gasten. Nou, wel iets. Maar ja, nee, uiteindelijk is het ook gewoon mooi om die cultuur mee te maken. Weet je, hoe ze daar sport en voetbal beleven, hoe ze met elkaar omgaan. Weet je, hoe de mensen daar zijn. En dat uiteindelijk jezelf wel verrijkt, zeg maar, in hetgeen zoals je later, zeg maar, tegen dingen aankijkt. Ja. Nou ja, prachtig. Hey, Sjoerd, we hebben eerder een keer dat deze baan een aanslag is op je privéleven. Kan je af en toe nog de kroeg in? Of heb je daar nog tijd voor? Daar probeer ik af en toe nog wel tijd voor te maken, inderdaad. Ik heb hiernaast ook nog een eigen bedrijf, dus dat wil over het algemeen wel, zeg maar, in de solarbranche. Dus ja, als je 60, 70 uur in de week maakt, dan is dat af en toe nog wel eens lastig. Maar ja, af en toe moet je daar wel eens tijd voor maken, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Ja? Absoluut. Sjoerd, mag ik je danken? Mag ik je nog 1 voorspelling ontlokken dit seizoen? Wie gaan er richting de Eredivisie, richting Fortuna? Ik denk dat dit jaar Volendam, denk ik, de meest steady ploeg heeft. Dus ik denk dat die rechtstreeks gaan. En ik denk dat de tweede ploeg, dat wordt wel een lastige, denk ik. Ik vind dat er daar meerdere voor in aanmerking komen.
Die vind ik, er zijn echt meerdere ploegen die... Ja, maar dan denk ik toch ADO, hoor. Ze hele gevaarlijke outsider. Ja. Ja, maar die zijn alweer een hoop punten kwijt. Dat is lastig. Ja, maar ze komen er weer bij. Ze komen er rustig aan bij. Ik denk dat ADO een hele goede kans maakt. Ik hoop ook wel op de Graafschap eigenlijk. Excelsior doet het gewoon erg goed. Dus ja, zo zitten er toch wel een aantal clubs op het vinkertouw, zeg maar, om, denk ik, met Volendam mee te gaan. Maar Volendam is voor mij wel, denk ik, een relatieve zekerheid. Sjoerd, mag ik je danken? Dit is echt een prachtig bruggetje naar ons volgende, volgende stukje van de podcast. Mag ik je danken voor om de beste Sjoerd Ars, ja, jij hebt het heel goed gedaan als mystery guest. Ja, was top. Top. Die twee milliseconden heb je perfect gedaan. Ja, voordat jullie het in de gaten hadden. Maar dat is mooi. Helemaal perfect. Sjoerd, mag ik je danken? En ja, veel succes bij Fortuna. Helemaal goed, mannen. Bedankt, hè. Oké. Bedankt, hè. Doei. Ja. Hey, maar waarom mocht hij nou beginnen? Ja, omdat ik eigenlijk zo verbouwereerd was wat er gebeurde. Ja, goed hè. Ja, dat was schitterend. Ja, zo gaat dat, mensen. En het is ook niet dat er negen Sjoerds actief zijn in het betaalde voetbal. Nee, ik was toch wel even aan het twijfelen. Maar ik dacht, Sjoerd, het was wel de allereerste Sjoerd die in mij opkwam, hoor. Kun je toch nog een paar noemen? Overgoor? Sjoerd Overgoor. Sjoerd Overgoor, wie nog meer? Ja, daar ben je dus, hè. Daar ben je al. Ja, moet je kijken. En Sjoerd Ars. Ja, het was natuurlijk geen Sjoerd Overgoor, hoor. Hey, meteen. Ik had wel een hele domme vraag, hè. Technisch manager. Misschien is dat net wat anders als technisch directeur, zat ik een beetje te denken. Ja. Maar hij nee is, dus. Hij is toch weggepromoveerd? Of hoe, ik, dat had je net moeten vragen. Gaat hij dat aan mij vragen? Ja, nee. Dat, ik heb één vraag gesteld over die eigenaar. Maar ik denk dat dan hakken ze zo meteen zijn hand er nog af. Nee, prima. Maar, dan ben je maar dus in de keukenkampioen-divisie heb je dus een eigen bedrijf. En daarnaast run je ook 60 tot 70 uur per week. En daarnaast run je gewoon een voetbal. De Eredivisie, hè? In de zonnepanelen. Technisch gedeelte van de voetbalclub. Lekker, joh. Prima. Hey, maar ik zei het net al. Het was een prachtig bruggetje van Sjoerd, want we gaan even naar Volendam toe. Die volgens hem dus de absolute promotiekandidaat is. Ja, maar dat is toch ook zo? Ja, nou ja, als Robert Muren zo gaat draaien. Ja. Herken jij hem zo, Ferry? Ik herken hem zo niet helemaal, nee. Bij NAC verstopte hij zich eigenlijk het meest van de tijd als hij speelde. Dus nee, dit is een hele andere Robert Muren. Ja. Robert Muren is een prototype, is echt een mooi weervoetballer, toch? Op sommige avonden lukt alles. En op sommige avonden is het ook weer helemaal niks. En dat is echt een gozer die zich een beetje goed moet voelen. Maar hij is ook wel super laconiek. Volgens mij voelt hem ook allemaal niet zo heel veel. Hij moet eigenlijk een beetje onder zijn niveau spelen. Ja, snap je dat? Ja, zo'n tweede jaar. Zoals je ook bij Cambuur. Ja. Zulke geweldig. Ja, maar het is alles of niets altijd bij hem. En het was alles. Ik had het alweer voorspeld, hè, verleden week. Ja, mensen. Ik had het voorspeld. Hey, maar helaas, het was niet de beste wedstrijd van Volendam, toch? Speelde niet zo super, toch? Nee, maar ik vind het aantal echt goede wedstrijden dit seizoen. Valt best wel mee als je een spits hebt die de 4 maakt. Ja, dan is het makkelijk. Maakte alleen het enige domme vond ik die rode kaart voor Casius. Ja, maar die had er al 2 eerder kunnen krijgen. Ja, maar ik had toevallig nog ik zag nog een discussie voorbij komen. Wat had daar nou moeten gebeuren? Want die Casius, die had al een opstootje en die had al een geel kaartje. Moet je dan... Ja, is het de verantwoording van de trainer om dan misschien iemand preventief te wisselen? Of moet je gewoon zeggen, gozer? Even professioneel. Ja, nu zeggen we van wel natuurlijk. Nu zeggen we dat de trainer hem had moeten wisselen. Maar ja, op dat moment, je gaat het is ook vanuit... Is dat de verantwoording, vind jij, van een trainer? Nou ja, nu achteraf kun je dat zeggen. Tuurlijk nou, is dat de verantwoording van de trainer. Die is uiteindelijk de baas. En die kan iemand wisselen. Maar ik hoop wel dat de trainer zegt tegen zo'n Casius van... Joh, ik gebruik gewoon je verstand, joh. Hij zal het nou wel geleerd hebben. En dan moet die Casius wel ook de vermogen hebben om te denken van... Ik ga net even wat rustiger aandoen. Nee, dat klopt. Dus het is de verantwoording van de trainer uiteindelijk. Of dat te zeggen, of gewoon eruit halen en een andere speler erin. Okay. Tuurlijk. Maar dus zelf valt hem niks te verwijten. Ja, ook wel. Ja, hè? Maar wat zijn we van nou voor domme vraag? Ja, hij was wat wild. Ja, hij was wat wild. Hij was wat duister. Hij was wat wild. Hey, en hij stoomt altijd op, hè? Hij is... Komt ook in het lied dadelijk, mensen, op het einde. Maar oké, daar hebben we het dadelijk. Helemaal goed. Het lied. Ja. Hey, maar de tegenstander was natuurlijk FC Dordrecht. Laatste thuisoverwinning in maart. Ja, de schapenkoppen. Ja. Pijnlijk. Ja? Pijnlijk voor wat twitteraars ook, hè? Ik moet wel zeggen, Harold Christian, we gaan hem gewoon nog een keer noemen. Mm-hmm. Die hè, jij zei, een van de 3 Dordt-supporters. Hij pakte hem wel met chest, hè, die titel. Ja, ik zeker ben wel weten, een van de 3. Jan maar, Jaap heb je ook nog op Twitter, die volg ik ook. Leuke gozer volgens mij. Frank had je nog, die deed volgens mij Twitter-account toen de tijd. Oh ja, dat kan wel, ja. Die, dat meisje Elisa, Flappy. Ja. Was dat was de kaartjes...
Knipster. Je had ook nog een kaart. Nou ja. Niet, nee. Maar dat is wel... En dat stadion, kijk, dat is echt waar ik van hou, hè. Dat is een mooi stadion. Aan de Kromme Dijk, ja, ja, ze weten het niet meer. Riewald, hoe heet het tegenwoordig? Volgens mij Riewald Hoogwerkerstadion. Ja. Maar dat stadion, dat ik ben daar een keer geweest. Toen moest ik ergens in Rotterdam zijn. Ik had tijd over. Ik denk, geef het daar langs. Ja, dat, als je daar loopt, je ruikt de pislucht gewoon tegemoet, zeg maar. Zeker. Ja, dat is schitterend. Alle deuren staan gewoon open. Ja, je kunt overal komen. Geweest. Ja, dat is echt... Nou, ik hou daarvan. Hè. Daar zit niks nieuws aan. Dat valt bijna van ellende uit elkaar. Maar, en ja, daar hou ik wel van. Ben jij een beetje een groundhopper? Ja, ja, ja. Ja? Maar wat doe je dan eigenlijk bij zo'n stadion? Dat vraag ik me altijd af. Want dan sta je daar een beetje te kijken. Maar waar denk je dan aan als groundhopper? Ja, mijmeren, hè? Dan ben je aan het mijmeren. Ik heb mijmeren. Altijd het gevoel dat ze naar hun jeugd zoeken. Ja. Ja. Weet je? Dat ze hun jeugd kwijt zijn. Dan gaan ze in zo'n voetbalstadion. Dan gaan ze denken aan hunzelf als kleine jongen. En zo van, oh, hadden ze maar weer allemaal zwarte voetbalschoenen. Ja, zo. Oh, ja, zo gevoel had ik er altijd bij. Pissen tegen beton en niet mijn handen precies, wassen. Ja, oh. Precies. Ik kan eerlijk gezegd ook wel genieten van een mooi modern voetbalstadion. Natuurlijk. Ja, nee, wat ben je gek. Ja, kan ik ook van genieten. Nee joh. Dat is allemaal van die blokkendozen, 13 in dozijn. En ja, dan ga jij toch lekker... Ja, dat doe ik ook. Lekker naar de ja, Kromme Dijk toe iedere week. Maar, zeker weten, ja. Dan zit ik lekker met een champagne glas ergens in de skybox lekker. Hey, Marty had vragen in het draaiboek gezet wat wij van Dordrecht vinden. En van het stadion. Het stadion is duidelijk, maar gewoon als club. Heel sympathiek. En ik vind dat ze een heel mooi shirt hebben dit jaar. Nou, altijd hoor. Nou, ik vind dit jaar lekker strak, lekker fris. Jazeker. Nee, gewoon een sympathieke club. Ja, ze staan laatste, maar weet je wat lekker is? Degraderen kan je toch niet. Nee, daarom. Maar dus even je kan wel... lekker vrij uit ballen. Kijk, leuke club, authentiek, maar laat wel even wel gewoon een stinkstad. Dordrecht? Ja, tuurlijk. Ik vind dit een heftig statement. Ik ben echt even van mijn appel. Nee, ik zeg even niks. Wat je kent door de uitdrukking, wat heeft de stad... Ja, hoe dichter... Ja, hoe dichter bij Dordrecht wordt. Ja, joh, dat... Nee, vind je geen fan van Dordrecht als kijk, dat ligt, kijk, wij zijn Brabant, gemoedelijk, gezellig, altijd leuk. Mm-hmm, ja. En dan kom je op een gegeven moment over het water. En dan ben je in Dordrecht. Ja, weet je niet waar je zit? Een andere dat, wereld. Ik vind dat ook altijd een beetje nepotisme. Dat Brabant, dat gezellig, ja, dat bier drinken. Dat is ook een beetje... ben ik ook een beetje klaar mee. Dat is wel een act. Ja, kom, het is een beetje een act, of niet? Nee, het is gewoon echt. Nee, dat is helemaal echt. Ben jij echt een gezellige gozer? Ik, ja, nou, dat hebben wij nog niet gemerkt hier in de podcast. Hier niet, maar ik ben boven de sloot, hè. Ja, maar in Brabant gebeuren toch ook de meest vreselijke dingen? Ja, maar wel met liefde, hoor. Ja. Hey, maar ik wil wel een keer met jou mee, Hoekie, even naar Breda. Naar Breda. Nee, is goed. Een slagje, joh. Mensen, we gaan verder naar de voorspellingen. Leuk. Ja, ik ben er goed in, hè? Jij bent er heel goed in. Want er was namelijk één iemand die FCM en VVV... als 1-0 voorspeld had. Ja, maar dames mensen, ik kom een beetje over als een gek. Maar ik ben een echte kenner natuurlijk. Ja, perfect. Je weet, wat geen jou, weet je wat ik jou kan aanraden, Joop? Uh-huh. Ik ken een goede goksite. Via mijn... Jij bent zo'n commerciële hond geworden. Beproef je geluk. Maar ja, jongens, dat is de fame. Maar dus oké, okay, ga verder. We gaan verder. Welke speler maakt vrijdag de meeste doelpunten? Ik heb uiteindelijk, ik sta er niet tussen als degene die het goed hebben. Ik heb op het laatste moment nog verwisseld. Jij had het goed? Nee, ik had niet goed. Ja, muren had ik, hè. Ja. Ik voelde hem ook al aankomen. Je denkt vier keer. Ik denk vier keer, alles op techniek, muren. Twee penalties dacht ik ook al. Ik denk, zeg het niet, maar het was wel mijn gevoel. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Maar er waren wel meer, hè, die muren hadden. Daar gaan we. Onder andere Stefan Kowet, Nevermind the Neighbors, Maarten, Sportsfan, Bjorn, Jan-Jaap, Daan, Freek, Bart, FC Volendam, Femin, Vincent, Go Ahead Eagles, hadden ook allemaal deze muren. Goed beantwoord. Ja. Ja. Netjes gedaan, mensen. Ja, allemaal muren. Ja. Allemaal maar muren. Hoe doet die Vincent Go Ahead Eagles dat? Die staat er iedere week bij. Ja, die is... Die, ja. Geeft hij vier keer antwoord of zo? Nou ja, de volgende vraag had hij ook al goed. MVV Roda gestaakt. Uiteindelijk was het een deur. Door een deur. Door een deur, hè? Jij twijfelde nog. Ja, tussen een fly en een deur. Een rode deur. Een rode deur. Ja. Ik ben toch benieuwd. Een beetje, weten we waar die... Was dat van de wc? Van het toilet, ja, denk, ja, toilet, denk ik. Ja, en stiekem, ja, ik mag het niet zeggen. Cool. Ik moest wel om die deur wel weer achter. Ja, tuurlijk, joh. Dan ligt er ineens een rode deur op het veld. Ja. Het is gewoon toneel. Ja, maar het mooiste was nog... Het is toch gewoon een mooi toneelstuk. Die foto van die twee agenten. Eentje voor, eentje achter. Die deur van het veld. Ja, de deur moet van het veld. Ja, ze lag erop, hè. Ik had niet verder voetballen. Niet verder. De deur moet eraf. Joop had het goed, Ferry had het goed, ik had het goed. Ja, Stefan Ko werd weer goed, Bjorn, Matthijs, Joey, Jan-Jaap, Daan, Bart, FC Volendam, Femin, Vincent Go Ahead Eagles ook. Netjes gedaan, mensen. Heel goed. Trots op jullie. En dan de laatste vraag. Hoeveel pingels worden er vrijdag gegeven? Ging niet om gescoord. Oké. Okay. De Sieg, Bart, Matthijs, Jan-Jaap,
Die had het allemaal goed. Jan-Jaap heeft veel goed. Zeker. Ook een Dordt supporter. En die zit wel in het groepie van die vier. De Sieg, de Seek, Bart, Matthijs, Jan-Jaap. En dan doen we Vincent Go Ahead Eagles er ook even bij. Omdat hij er altijd bij zit. Die gaan loten om een mok. Om een mok. Maar ja, hebben ze nog niet. Hoe gaan ze loten dan? Hoe werkt dat? Of is het gewoon de eerste die reageert, die wint die mok? De eerste die onder onze YouTube video. Juist. Van die vier, van die vijf, sorry. Reageert met... Mm-hmm. Ik had dit goed voorspeld. Die wint de mok. Kijk. Oké. Okay, ja. Nou, maar die dan? Mokken zijn nog steeds niet binnen, nee, hoorde ik. Hè, de wandelgang. Nee, we schrijven het op. We schrijven het op. Hé, maar dit is allemaal de schuld van Nieuw Petersen. En niet van ons nieuw regelteam mokken. Ja, ja. Ja. Wij niet, wij kunnen hier niks aan doen, mensen. Als wel, wij het hadden geregeld... Dan was het allemaal voor elkaar. Was kijk, kijk wat we zelf hebben. Ja, ja. Nee, we moeten er wel even bij zeggen. Mensen moeten wel even reageren op de tweet of een quote-tweetje. Ja. In weet je wat het is, Joop? Een quote-tweet, want anders zien wij het niet. Ja. Ja, ik wist niet wat een quote-tweetje was. Jongens, ik ben een echte digibeet. Ik wist niet wat een quote-tweet was. Ik doe het dus wel af en toe, ja, blijkbaar. Maar ik wist niet dat dat zo heette, weet ik veel. Oké. Okay. Nou ja, hey, maar, 4 punten. Netjes. Ferry 3 punten, ik 3 punten. Ja, en nu gaan we door, toch? Weer, denk ik. Bij de finish. Voorspellingen voor deze week. Wat wordt de exacte uitslag van Helmond Sport Roda JC? 2-1. Nou, dit vind ik een moeilijke. Even serieus, ik heb even geen antwoord. Maar ik ga nu even om mijn gevoel. Mm-hmm. Onderbuikgevoel. Mm-hmm. 0-2 Roda. Oeh. Zo. Ja, ik durf op groot te zeggen. 0-2 Roda. Ja, Streppeltje, man. Streppeltje heb het wel voor elkaar. Mooie vent en goede kop. Ik zag hem ook weer staan met Klaas Wels van dat was MVV. Mooi, ja. Dat was twee mooi. Mooie, ja, markante koppen. Kale, ja, batsen. Die gewoon lekker rustig samen een bakje koffie even dronken. Was, ja, mooi. Ja, dat vond ik een mooi moment. Dat, ja, vond ik nou eigenlijk een hartstikke mooi moment. Dat ze even samen... Klaas Wels gaf een bakje koffie aan Streppel. Zeiden alle twee, ja, schandalig. Ja, wat er gebeurt, ik hou er niet van. Ik hou er niet van. Maar die hebben echt goede koppen, man. Twee mooie gasten. Ik vraag me vond ik een mooi moment. Ik vraag me oprecht af. En misschien kunnen de luisteraars dat even uitzoeken. Hoeveel kale trainers zijn er in Nederland? Ja, dat is een goede het vraag. Het is niet dit normaal. Is een goede vraag. Het is niet. Het lijkt wel alsof dat. Want je hebt, ja, dus Wels, Streppel, Ten Hag, die ene van Vitesse. Ja. Nou, een hele hoop. Zoek het even uit. Ja, dat staat ook vaak in de vacature. Ja, geen haar is een pre. Ja, maar dan heb je ook heel veel nu met zo met presentatoren. Hè, van podcasts over de keukenkampioen. Die gasten worden steeds kaler, man. Hoeveel, ja, die hoeveel zijn op, daarvan? Die, hè? Die doen we een pet op. Vraag 2. Kom door. Ja, jij moet nog. Jij moet nog. 4-3. 4-3. Kom Dordrecht. In ieder geval voor 1 avond van de laatste plaats af. Nee. Nee, sorry. Nee, wat speelt tegen NAC? Nee. Oké. Okay. Nee, dat gaat NAC echt winnen. Sorry, boys. Maar... Oké. Okay. Denk jij even wel dan? Ja, dat is ook... Dordt zit er niet in. Dordt blijft laatste. Kan alleen maar beter worden. Dordt blijft... Ja, uiteindelijk wel. Ze gaan winnen. Oh. Ah joh, doe je niet zo gek, man. Hoeveel liter bier wordt er gedronken bij de wedstrijd van FC Volendam? Oh, drinken ze ook bij Volendam? Zeker. Dat was de andere dingen gebruikten. Kan dat samen dan? Hoeveel liter bier? Ja. Of, moeten we het in liters of in glazen? Nee, in liters bier. Zeg jij me eerst, Fer. Ja, wat is normaal? Wat wordt er weggetikt? Normaal, even denken. Nou ja, jij doet normaal 6, maar het zijn tegenwoordig 5,5 liter. Per persoon. Dus dat is... Het is hoeveel liter per persoon? Wordt dus nee, in totaal, maar dan kan je het even rekenen. Ja, ja, nou laten we zeggen, gemiddeld gezien een litertje per persoon, denk ik. Wat komt er voor dan? 2.500 man? Ja, 2.000 liter. Denk ik. 2000 liter, dat vind ik niet veel. Joop? 4000 liter. Zo komt Kees Kwakman ook. Ja. Ik denk 3.500 liter. Ja, ja, we gaan het meemaken. Maar moet het precies het goed zijn of moet het... Benaderingsvraag. Ja, en de laatste. Gaat er iemand een eigen doelpunt maken? Zo ja, wie? Ja, ik denk dat Leon Kaak wel een eigen doelpunt maakt. Ja? Nee, dat denk ik wel. Dat is een middenvelder, hè? Ja. Leon, ja, Kaak maakt die een eigen ook doelpunt. Die krijgen corners tegen. Die jongen die heeft bij Valencia gezeten, hè? Ja, op de bank. Ja. Een eigen doelpunt. Er wordt geen eigen doelpunt gemaakt in deze speelronde. Oké. Okay. Geen. Oh? Nee, dat durf ik gewoon te zeggen. Okay. Ja, het is een aardig... Ja, gemaakt. Ja. En jij, Lars? Nee, ik denk het ook niet.
Ook niet? Jij denkt ook geen eigen goal? Nee. Nou, ik weet niet waar jullie iedere week naar kijken. Kijk, maar, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik vind het wel moeilijk om te zeggen wie het zou moeten zijn. Dus vandaar er zijn sowieso al 3 keepers die een eigen goal maken. Dus, ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, mensen, weten jullie het thuis wel? Stuur het in via eerste beste. Maar reageer nou even op die tweet. Of quote-tweet hem eventjes. Ja, en niet zomaar tweeten. Even wat tussendoor. Ja? Ik zit ineens met een lekkere standaard vraag in mijn kop. Ik denk, gooi hem gewoon lekker erin bij jullie. Wat was het mooiste doelpunt van deze, van deze speelronde? Het mooiste doelpunt. Ik vond die van Thean vond ik wel mooi. Mm-hmm. Ik vond die goal van die jongen van Eindhoven. Die Hongaarse met die lop. Ja. Die lop, ja. Dat zat er goed in. Vond ik mooi. De mooiste. Ja, daar ga ik ook voor trouwens. Ja, ik denk die. Omdat die gewoon het meest ook nog een beetje... Dat zie je niet heel vaak, snap je? Dat is nog iets. Dat komt op kwaliteit aan. Hè? Ja. Precies. Ja, ja, ja. En mooi juichen, hè? Even een saltootje, gewoon een raslachje. Dan hoor je altijd van het juichen misschien nog wel mooier dan de goal. Ja, dat was niet zo. Nee, hartstikke mooie goal. We zitten ook niet stil met het liedje, hè? Nee, we zitten zeker niet stil. Want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja, oké. Even uitleggen, mensen. Wij hebben het refrein al. We mogen zeggen wie dat heeft geschreven, hè? Nou ja, toch? Ik had het idee dat mensen het wel wisten. Ja, ze hadden het wel door. Ja, misschien al iets te veel. Kees Kwakman, die kon voetballen. Die kan lekker lullen. Die kan lekker analyseren. Die kan goed schrijven. En die kan ook nog eens aardig zingen. Dat is echt een multitalent, man, die gozer. Ja, hij is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Maar nu praat je gewoon over de gemiddelde Volendammer, hè? Ja, ze kennen het allemaal. Ja. Ze kennen het allemaal. En goed vissen kennen ze ook. Vissen. Maar oké, dus wij hebben nu... Het begin hebben we ook. Dat ga ik dadelijk even proberen mee te zingen. Ook geschreven door, let op. Ik gooi het er gewoon in. Kees Kwakman. Kees Kwakman die heeft ook dus het allereerste couplet geschreven ervan. Dus wat hebben wij nu nog over? Je hebt dadelijk ook zo'n tussenstuk. Dat is na de toeter heb je zo... Intermezzo. Het soort met van intermezzo. Dat stuk mag nog geschreven worden door de luisteraar en of kijker. Dus stuur dat in. Of een rapper. Of een rapper. Zou ook leuk zijn een keer. Het is een soort met van rap. Okay. Ja, toch? Het is een soort met van rap ook. Dus, maar stuur vooral die teksten in. En dan gaan wij kijken naar wat gewoon het lekkerste loopt. Dus ik zou zeggen, maestro, gooi die muziek er lekker in. En we gaan afsluiten. Heb je voor ons geen tekst? Nee. Ja, dus volgende week vind ik het uit. Maar ik voor jullie. Ik ga de luisteraars en kijkers ondertussen bedanken. Nou, doe dat even. Voor dat jullie het weer uit hebben gezeten. Die podcast van ons. Juist. En dan nu. Muzikale afsluiting. Vrijheid en muren die weer scoren. Oh, in een eigen stad geboren. Ook Zeun en Elmo, liefde ik, zijn erbij. En nu gaan we even die hoogte in, hè, mensen. En het bleek ons nog in mij. Hey, Hoekie, doe nou even mee, man. Doe nou even gezellig mee, jongen. Ja, dan gaan we, hoor. Kampioen de visie. Wie wil er nou niet zien dan? Dat is toch geniaal, man. Kampioen de visie. Gaat zeker wat gebeuren. Met kaken nieuws die fleuren. Wie wil dat niet zien? Het is vermaakt voor tien en de scheids. Kan het meestal niet goed zien. Snap je wel een beetje raar? Stuur die voorspelling in, reageer op die tweet, quote tweet. En stuur die tekst in. En dan zijn we daar. Ja. Lekker man, wat een show weer. Ja, niet normaal. Jeetje, wat een niveau. Strak, hè? Het staat heel strak. Lekker man. Ja. Sjoerd Ars, wel by far de beste. Hallo met Sjoerd Ars. Heerlijk.